Minister Stanley Ragubarsing van Financiën en Planning pleit voor meer actie om prijzen in de winkels omlaag te brengen. Dit zei hij afgelopen woensdagavond tijdens een persconferentie na de regeringsraadsvergadering. De bewindsman ziet dat enkele prijzen al omlaag zijn gegaan als resultaat van een daling in de wisselkoers. Echter is dit niet naar wens. De minister wil dat het volk ook ervaart dat de wisselkoers daadwerkelijk aan het dalen is. Als een koers 2 weken stabiel is en de handel zegt ja, maar ik wacht nog even, dan is dat, dat kan ik dan begrijpen. Die koers is bijna een jaar niet alleen stabiel, hij is met hij is van 38 naar 31, 25% gedaald. Dus dat brood dat 3,50 was, naar 4 gegaan is, naar 5,50. Dat brood, maar ook alle andere producten, zouden best een stukje terug kunnen. En dus die oproep ook aan onze ondernemers. Je gaat winst blijven maken. Die koers gaat niet omhoog schieten. Je gaat winst blijven maken. Geef een stuk terug aan de gemeenschap. Maak geen woekerwinsten. Maak goede winsten. Je gaat een goed leven blijven hebben. Maar zorg dat je voor het mee kan. De bewindsman zou het verder fijn vinden als een collega van Economische Zaken meer werk zou verzetten om de prijscontrole strenger te laten uitvoeren. Hij zal zijn collega zelf op het hart drukken om meer aandacht hieraan te besteden.